Na 71 jaar NPS kunnen we zeggen dat we bijzonder trots zijn op het feit dat een van de belangrijkste doelen die in 1946 waren gesteld, daadwerkelijk gerealiseerd is onder minister-president Henk Aaron. Dit gaf de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, gisteravond aan tijdens de viering van het 71-jarig bestaan van de partij in Groenjari. De zelfstandigheid van Suriname was een van de grootste idealen van de partij bij de oprichting. Eerder op de dag werden er kransen gelegd bij het standbeeld van Johan Jopie Adolf Pengel op het Onafhankelijkheidsplein. Wanneer gesproken wordt over welvaart, heeft de NPS deze doelen niet kunnen realiseren, zegt Rusland geëmotioneerd verder. Als we denken dat we denken dat de Lukundono vanuit de lucht naar Suriname, dan zullen ze er trots op zijn dat we die zelfstandigheid hebben gerealiseerd. Maar ik denk dat Nono de kring naar Lok toe, die kan de Lucas situatie per Vidoro Nono de Kondre. Dat is een bloody shame. Omdat we de basis hebben, we hebben de grondstoffen, we hebben de rijkdommen. En toch zien we dat die DNA de Tom Sifusma in Vikondre en Pina. En kunnen het niet hebben waar wij als NPS voor ontstaan zijn in 1946, namelijk een welvarende samenleving. Kondreman, als het dat welvaart zullen komt dat hier, dan moeten we helaas constateren dat wij die doelen niet gerealiseerd hebben. Rusland zegt dat de samenleving niet genoeg maatregelen heeft getroffen om het beleid te kunnen veranderen. Hij vindt het een schande dat landgenoten afhankelijk zijn gemaakt voor gunsten ten behoeve van de regering. Kondreman, NPS heeft geen problemen met pakketten. Mika if je chapina koina kondre. Dan kan ik het begrijpen. Dat is maar op de pakket van de en dat is precies zijn. Waar de NPS het over heeft, is dat inderdaad om het pakket in de 60e jaren. Dat is in het begin van de 70er jaren. Maar ook de ontwikkeling kon je naar konden per Libisch, maar de afhankelijk worden van het pakket. En dat vinden we een schandelijke zaak. Dat wij nu teruggeworpen zijn in een situatie waar pakketten de talk of the town zijn. Iedereen praat over pakketten vandaag. Dus kon je man, nog niks maar kon je dat NPS nog een pakket. NPS vindt dat wanneer je mensen in Pinari hebt gebracht, dat je de pakket van de atletine tapuja. Ons volk verdient beter. Ons volk was in de positie waar ze voor zichzelf konden zorgen. En de huidige regering heeft een beleid gevoerd waar het volk weer afhankelijk is geworden van pakketten ter gunste van een stem bij de verkiezingen. Gregory Rusland was dat, voorzitter van de NPS. Hij was een van de sprekers bij de viering van het 71-jarig bestaan van de partij in Groenjari gisteravond.